Lycurgus heeft de finale van de play-offs verloren van Lang Henkel Volley. Zaterdag werd in Doetinchem ook het derde duel tegen Lang Henkel verloren. In de eerste set kon de ploeg van trainer Ronald Sootsma nog aanspraak maken op de overwinning. Maar na het nipte verlies in de eerste set met 29-27 walste Orion over Lycurgus heen. De tweede en derde set werden met ruim verschil verloren, beide met 25-13. Lycurgus was duidelijk de mindere ploeg in de finale. En Orion is dan ook terecht de kampioen van 2012. Oranje Nassau heeft in Ermelo met 3-1 verloren van DWS 33. De ploeg uit de stad kwam nog wel met 1-0 voor via Jaap Jacobs. Maar Oranje Nassau kon de voorsprong niet vasthouden. Door de nederlaag blijft de ploeg van Henk Konings op een degradatieplaats staan. Het staat op de 13e plek met 21 punten uit 23 wedstrijden. Net zoveel als de concurrent Urk. En moet Urk voorbij in de stand om zich te plaatsen voor de nacompetitie.